De werknemersorganisatie Openbare Werken, WOW, heeft haar acties met een week verlengd. Bondsvoorzitter Michael Salons zei vanmorgen tijdens de protestactie dat de leden blijven werken tot 12 uur 's middags en dat zij via berichtgeving zullen horen wanneer er weer een vergadering is. Het was een korte protestvergadering met alleen mededelingen. Sifra Goudland was op locatie en maakte het volgend verslag. Aan de 2 weken bakken gaan wij normaal door met onze acties. 12 uur. Omdat mij de zekerheid is heeft staan. Mij naar schiet naar bribi. Ik wil eerst zien dat het in orde is. Ja? Dan pas kunnen wij zeggen we gaan opschorten. Waarom ik dat zeg? Dat de komende week, dan gaat u na vrijdag volgende week van mij horen hoe verder. Want de komende week zal de minister een aantal commissies installeren. Waarvoor we gestreden hebben, die tuchtstrafcommissie. Dat zal geïnstalleerd worden. Salons zegt dat met het lidmaatschap van de bond in de tuchtstrafcommissie er een stap in de goede richting is genomen. De bond heeft een gesprek aangevraagd met minister Bronte Somoharjo van Binnenlandse Zaken. Ik verwacht niet veel, ja? Maar we moeten open zijn. Misschien heeft de minister van Binnenlandse Zaken meer inzicht en meer weet van wat er hier gebeurt. Want deze minister heeft altijd ook zijn brieven geschreven naar BISA. En BISA die schrijft terug. Ik heb een aantal brieven ontvangen, kopies van wat de minister heeft geschreven naar BISA en de directeur BISA schrijft terug. Dus misschien weet minister BISA niet wat directeur BISA terugschrijft. Dus we gaan vandaag eigenlijk om te horen, is een start. Ja? Dus er zullen meerdere ontmoetingen komen zoals hij heeft beloofd. Laten we hopen dat het goed komt, dat ik misschien die rechtszaak moet stoppen. Maar als het niet goed komt, gaat die rechtszaak, dus ik ga van beide kanten uitwerken. Dus ik kan er nog niet veel van zeggen. Maar je gaf ook aan dat u uw rest alle stukken bijeen gaat roepen om toch nog een kort geding aan te spannen. Blijft dat nog steeds op? Van kracht, volgende week wordt het ingediend. Dus zaken gaan door totdat er geen oplossing is voor die mensen. Ja? Als de minister BISA mij vandaag zegt, ja we kunnen je niet helpen, want dit, hetzelfde als de minister openbare werken. Ja, dan gaan we door bij de rechter. Want dat wil zeggen, die zijn op één lijn, maar dan willen we die rechterlijke uitspraak. Dan willen we wel weten wat juridisch correct is en niet. Want ik vind, met mijn bekrompen juridische verstand, ja, dat als iemand een beschikking in handen heeft, ja, dat je niet kan zeggen dat de persoon niet in dienst is. Ja. Dus, ja, men geeft aan dat de mensen geen beschikkingen in handen hebben, hoor ik steeds via de pers. Maar ik heb wel beschikkingen van de mensen. Van waar heb ik ze? Heb ik ze geschreven? Heb ik ze getekend? Ja? Dus vandaar dat die stukken wel bij de rechter zijn. De acties van de bond bij openbare werken begonnen op 11 maart.